Hij begon een deel van zijn werkzame leven als manus van alles bij de Spar in Dirkshorn. Wat hij daar deed, dat gaan we zo meteen van hem horen. Hij werkte als stagiair bij de Schaaf en als sportverslaggever voor het noord Dagblad. Sinds 2015 is hij eigenaar bij Broksterman Media. Vandaag de gast in de bank, Cas Broksterman. Cas, Welkom. Dankjewel. Zit je een beetje comfortabel? Ja, gaat goed. Ik was benieuwd hoe het uh, was om hier te zitten. Oh, uh, en? Ik heb uh, die vorige aflevering nog heel even gezien met, uh, met Ruud. Toen dacht ik, ja, dan kan ik natuurlijk niet achterblijven. Dan wil ik ook wel weten hoe het is. Aha. Dus, uh, uh, maar zou deze bank bijvoorbeeld bij jou in het interieur tot zijn recht komen? Nee, ik heb een uh, blauwe bank. Een blauwe bank? Blauw en oranje is toch een beetje... Uh, ja. groot. ja, we krijgen een WK is toch leuk als je dan thuis zo uh, Zeker. kunt zitten. Zeker. Goed, over tot de orde van de dag. Uh, waar stond jouw wieg? Mijn wieg stond in Stroet. Ik ben wel geboren in Alkmaar, maar vervolgens, uh, ja, getogen in Stroet. Uh, daar uh, hebben mijn ouders eigenlijk ja, het grootste gedeelte van mijn leven gewoond. Uh, ze wonen inmiddels in Frankrijk. Uh -huh. En. Uh, ja, van daaruit ben ik uh, op een gegeven moment ook de deur uitgegaan. En uh, uh, woon ik nu in Dirkzorre. Waar hebben meer kinderen in het gezin Broksterman? Ja, uh, ik heb een uh, oudere zus, Lisa, en een oudere broer, die heet Mike. Wat okay. een nou, mooi vakantieadresje in Frankrijk. Zeker, of, uh... zeker. Um, ja, in het begin, uh, zij zitten daar al sinds 2003. Dus dat is, uh, nou, toen ik tien was, gingen ze die kant op. En in, ja, in eerste instantie is het dan vooral je gaat mee en uh, uh, wel even vakantie houden in de schoolvakanties. Vervolgens werd dat. Uh, ze hebben daar een restaurant en een hotel, dus vervolgens werd dat in het restaurant helpen op uh, ja, elke uh, manier die je daar kunt bedenken, van de afwas doen tot uh, uh, achter de bar staan en af en toe zo'n een voorgerecht maken. Uh, dus ja. Schuilt er een culinair uh, iemand in jou? <laughs> Zeker niet. Zeker niet. niet. Nee. Een eibakken, dat is zo'n beetje ja. de limit. Een eibakken en uh, dat is het wel. Oké, okay, de frituur bedienen. Dat soort dingen. Daar, uh, daar ben ik wel beter in. Ja. Oké, okay. Welke lagere school bezocht jij of basisschool? Ik zat op de regenboog in Stroet. Het was in principe vanuit, uh, vanuit ons huis kon je de school zien. Uh, vanuit het raam achter kon je uh, over de terpweg. Thuis horen kon je iedereen die vanuit thuis horen naar, naar Stroet ging, kon je zien fietsen. Meestal dan, uh, liet ik het daar een beetje van afhangen van nou, komen mijn vrienden ook al uh, over die weg aanfietsen, dan uh, ga ik ook maar eens lopen. Maar ja. uh, ja, dus het was klok. een soort klok. Dat was een soort klok, inderdaad. En dan ging je uh, lopend uh, die kant op. Ja. Heb jij nog goede herinneringen, of sowieso herinneringen aan die basisschooltijd? Zeker, zeker. En dat heeft ook wel mee te maken, denk ik, dat ik daarna uh, op latere leeftijd bij het Noord-Oost Dagblad en uh, in specifiek uh, de Schaag Courant ook wel geregeld uh, daar nog terug ben gekomen voor een verhaal. Uh, dus dan uh, mijn oude lerares, die is uh, inmiddels directeur geworden daar. En ja, dan heb je daar gewoon wat meer, uh, meer contact mee nog. Die weten mij ook nog goed te vinden in dat geval, als er dus wat is. En uh, ja, uh, als ik denk aan die tijd, dan ja, denk ik nog vooral aan al die jongens die ik nu eigenlijk nog steeds uh, geregeld spreek. Uh, we hebben vorige week een bruiloft gehad van een uh, schoolvriend van toen. Aha. En uh, ja, daar ga ik nog steeds goed mee om. En dan worden die mannen ineens weer jongetjes of valt het mee? Dan worden ze wel weer jongetjes, dus ja. Ja, ja, ja. ja. Goed, wat deed je, ging je doen na de basisschool? Naar welke middelbare school ging je? Ik ging naar uh, toen nog het GSG, hier in Schagen, uh, dat heet inmiddels natuurlijk het regio'scollege. Ja. Uh, ik ging daar HAVO-VWO doen en uiteindelijk de HAVO uh, en uh, die heb ik daar afgemaakt. Okay. Wat waren je beste vakken? Zo, ja, een inkoppertje is natuurlijk Nederlands en nog een inkoppertje is natuurlijk Frans. En nog een inkoppertje is dat um, wiskunde en economie dat waren iets mindere vakken. Ja, ik had gewoon vooral veel met taal te maken en dat is eigenlijk altijd zo geweest. En dat je ouders dan op zo'n jonge leeftijd, voor mezelf dan jonge leeftijd naar Frankrijk gingen, ja, uh, dat heeft dat alleen maar versterkt. Uh, ik was goed met woordjes leren, goed met woordjes onthouden. Uh, Ging dat nog met zo'n rij met allemaal van die nee, rijen woordjes? Ja. ja. Het overhoren ging eigenlijk gewoon op papier. Uh, het Engelse woord of het Franse woord. En wat is dan het Nederlandse woord? En hoe je dat oefenen was gewoon vooral op internet. Woordjes. Uh, uh, ja, dat je eigenlijk gelijk de vertaling kon oefenen. En als het dan fout was, dan kwam het gewoon weer terug. Uh, maar met Frans moet ik zeggen dat ik eigenlijk niet heel veel daarmee hoefde te oefenen. En dat het ook al heel goed werkte om uh, de woorden die je dan in het afgelopen jaar had geleerd. In de Franse keuken met de Franse mensen weer in de praktijk te brengen zodat je eigenlijk een soort van uh, herhaling had. En ja, herhaling blijft toch wel hangen altijd. Ja, had jij na, de, na het behalen van je HAVO-diploma al een duidelijke richting voor jezelf voor ogen? Want Zeker. Want dat wil ik gaan doen. Zeker. Ja, ik um, ben uiteindelijk journalistiek gaan doen, HBO in Tilburg. En ja dat was eigenlijk gewoon een heel simpele optelsom van alles wat ik tot die tijd in het zand heb gevonden en uh, wat ik kon. Uh, ik denk dat in de F3 van de voetbalvereniging directoren waar ik zat uh, kwam dat al aan het licht. Ja, dan, uh, dat kwam dan omdat de trainer PTO en de geus die zocht iemand die stukjes wilde maken voor in het, uh, in het buurtblad het contact. Uh, en iemand moest het doen, en dat ben ik geworden. En eigenlijk is toen al het, uh, het zaadje geplant. Ja, dat zaadje is alleen maar verder gaan groeien. Ja. Uh, en dat leidde eigenlijk tot dat ik op de middelbare school al vaak ook in de pauzes was. Ik uh, uh, artikelen voor uh, voetbalwebsites aan het maken. Uh, ik was voor een uh, muziekwebsite. deed ik uh, interviews via de mail dan. Uh, echte interviews, dat durfde ik nog niet echt. Waarom niet? Dus ik, ja, ik weet niet. Uh, daar heb ik me wel echt in moeten ontwikkelen door de jaren heen. Ik was vooral gewend om een stuk te maken en uh, ja, nog niet heel veel contact te hebben met, met uh, uh, om, daar dan, om, om daar dan samen mee tot een artikel te komen. Ja. Maar dus als je goed contact hebt met iemand, dan lukt het via de mail toch ook prima. Uiteindelijk ging. Nee, dat moet je wel afwachten, dat weet je niet. Van tevoren natuurlijk. Uiteindelijk ging dat wel goed. Kijk, mijn ambitie was op dat moment bij die uh, muziekwebsite bijvoorbeeld um, ja, om de artiesten die ik zelf luisterde en leuk vond, om die uh, te benaderen en daar verhalen mee te maken. Dat is wel de veilige manier, meneer Broksterman. Zeker. Dus een uh, mailtje sturen. Hé, hey, vind je het leuk? En uh, vragen op de mail zetten ja, wat je nu eigenlijk niet meer kan bedenken. Uh, als ik nu een interview doe, dan bereid ik me eigenlijk, uh, ja, in die zin, ik bereid me alleen voor qua inhoud, maar niet meer qua vragen. Want uh, ik geloof ook wel dat de vragen die dan in je opkomen tijdens het interview, dat dat ook de vragen zijn die voor jezelf het interessant zijn. Uh, en die, waarvan je denkt dat ze ook voor de lezer interessant zijn, neem ik aan. Zeker. Want dat zeker. is het publiek. Ja, zeker. Wie is de... Grootste muzikant die je ooit on, uh, geïnterviewd hebt? Zo... de man, meets Bono, Fox, zoiets. Nee, 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 ik denk dat deze naam je niks gaat zeggen. En uh... onderschat me <laughs> niet, hè? Ik bedoel. <laughs> nee. Um, ik heb een keer um, uh, Bryce en Tiller mogen interviewen. Oh ja. <laughs> ja, die keer. <laughs> dat ze, uh, ja, uh, op dat moment had hij een nummer met geloof ik uh, 230 miljoen Spotify-clicks. En inmiddels zijn het er 800 of zo. Um, ja, dat zijn dan uh, uh, verzoeken die via management in Nederland terechtkomen. Van uh, willen jullie dit interview doen? Uh, ja, dat wilde ik wel natuurlijk. Dus jij wordt er door anderen gevraagd om voor die website? Nou, het verschilt, te het verschilt. Het verschilt weinig. En ik denk dat, dat, ook wel, uh, dat je dat overal wel terugziet. Uh, als je kijkt naar, uh, naar uh, het noord Noordlandse Dagblad, uh, is het ook natuurlijk, de ene dag komt er een, uh, een uh, onderwerp binnen en de andere keer uh, ga je daarnaar op zoek. Ja. En uh, ja, dat een beetje. Wat, is, wat vind jij leuker? Het uh, zo krijgen, min of min in de schoot geworpen of op zoek gaan naar? Ja, dat is voor mij heel simpel: dat ze op zoek gaan naar. En ik denk dat dat ook is waar ik me altijd uh, probeer mee te onderscheiden al vind ik dat misschien een beetje overdreven klinken, maar um, ja, ik heb gewoon altijd geprobeerd om om me heen te kijken, uh, waar ik ook was hier in de regio, was het op een kermis, was het op uh, uh, na, langs de lijn bij een voetbalwedstrijd, altijd je oren en ogen open houden en, ja. uh, en uh, verhalen tegenkomen. En uh, wat ik eigenlijk vooral merk is dat je dat doet. Door er niet per se op zoek naar te gaan in een gesprek met iemand, uh, zolang je het gewoon over uh, koetjes en kalfjes hebt, dan, ja, dan komt er ineens iets te sprake van uh, had je dit ook al gehoord of uh, ik zeg maar wat. Ja. Ja. En dan heb je een ingang. Dan heb je een ingang, ja. Over uh, muziek gesproken, we hebben ook aan jou gevraagd om uh, je favoriete zeg maar, videoclip ja. aan uh, het uh, kijkersvolk te Zeker. tonen. Welke is dat? Uh, ik heb voor uh, Typhoon met Sprokkeldagen gekozen. Sprokkeldagen? Ja. Um, ik weet niet per se of het mijn favoriete, uh, favoriete nummer of clip is... maar um, ja, ik ben eigenlijk van jongs af aan een uh, cd-verzamelaar geweest. Uh, ik ging altijd naar de Music Store hier in uh, Schaag op de Gedentegracht. Yeah. Ging, uh, Ja, Je kon daar ook... Dat was toen de nieuwste techniek. Je kon je koptelefoon daar opzetten... CD's erin en de eerste drie nummers kon je alvast even luisteren. Uh, ja, ik heb dat super vaak gedaan. Ik was daar niet weg, weg te slaan. En Typhoon met uh, Tussen Licht en Lucht album is een van die albums die ik daar uh, als eerste heb gekocht, heb gekocht. En ja, het nummer Sprokkeldagen, uh, dat sprak mij enorm aan. Uh, als ik dan nu, omdat jij het vroeg, weer heel even dat album ga terugluisteren en dan moet kiezen van ja wat vind ik daar nou het vetste nummer van dan is dat qua tekst en qua boodschap is dat ook gewoon ja het sluit ook wel een beetje aan met hoe met, met ik in het leven sta uh, sprokkeldagen gaat best wel over uh, dat het leven heel vluchtig kan zijn uh, dat uh, dat je af en toe eigenlijk ook op de rem moet drukken maar dat je dat ook niet altijd zelf in de hand hebt je wordt af en toe ook best wel geleefd en dat zeker in mijn werk ook zo uh, dat je eigenlijk gewoon, uh, ja, als je wilt, dan kan je iedere dag van de week werken. En vaak uh, loopt dat bij mij ook wel zo. En uh, moet ik dan echt tegen mezelf zeggen: van, uh, Wacht van, even. Wacht even. Oké. Okay. Uh, nou, we gaan kijken en luisteren. Typhoon. Typhoon en sprokkeldagen. Wat deed jij in je vrije tijd als scholier? of student? Ik was ergens, dus ja ik was maandags van alles bij de spar in Dirk Zorren. Ja, daar is het, uh, ja daar heb ik inderdaad uh, alles gedaan. Fakken vullen, achter de kassa zitten, maar ja, dus ik moet denken aan wat ik, uh, wat ik vroeger altijd deed in mijn vrije tijd. Dus eigenlijk uh, voetballen. Uh, en uh, ja, wat ik net ook al een beetje aangaf, uh, ik was echt superveel bezig met uh, eigenlijk het doel bereiken uh, waar ik ja, op vrij jonge leeftijd ben gekomen qua. Uh, ik was veel aan het oefenen met schrijven. Ik was uh, voor voetbalwebsites was ik echt continu bezig. En, uh, had jij ja. of, had, of heb jij voorbeelden? Ik vond. En vind. Uh, Wilfried Jong bijvoorbeeld wel echt, uh, die had toen dat programma Onlandsport, denk ik. Dat vond ik heel vet. Ja, uh, yeah. niet echt, uh, wat ik wat ik vooral merk, is dat ik um, als ik een boek koop en het is bijvoorbeeld van Willem Vissers. En ik vind het een goed boek. Uh, en ik lees de volgende keer weer. Een, een boek van Marcel van Roosmalen over Theo Jansen. Dat is geen heel diepgaand boek, maar ik kijk vooral naar de schrijfstijl. En uh, hoe, bijvoorbeeld, ja, op welke plek zet hij een enter om ervoor te zorgen dat je nog wat rust inbouwt in je verhaal, bijvoorbeeld. Uh, ja, ik ben al die dingetjes ben ik gaan kijken van wat zou ik daar zelf mee kunnen. En ik merkte ook dat als ik dan een boek van Willem Vissers had gelezen, dat eigenlijk als ik dan een zelf verhaal, een verhaal aan het schrijven was, dat ik eigenlijk op de manier zoals Willem Vissers dat aanpakte, hè, uh, deed of probeerde te doen. Dus uh, ja, uiteindelijk wordt dat een soort van samenraapsel van uh, overal uh, al die invloeden vandaan. Dat wordt eigenlijk je eigen identiteit als, ja. uh, als schrijver, denk ik. Als uh, uh, jongen, je zei het al, je voetbalde heel veel. Um, waar heb je zoal gevoetbald of is dat beperkt gebleven tot een bierelftal van Dirk Zoran? Zeg ik gechargeerd natuurlijk. Ja, ik heb het bierelftal. Uh, nou, daar heb ik uh, wel mijn debuut voor mogen maken, maar verder, uh, verder dan dat is het eigenlijk niet gekomen. Ik ben daar, uh, zoals al eerder gezegd, in de F3 uh, ben ik bij VV Dirk Zoran gaan voetballen en uh, ze zeiden altijd. Uh, Gekscherend, de jongen met het magische linkerbeen. Uh, ik was, denk ik, een van de weinige linksbenigen. En probeerde altijd wel wat trucjes te doen. Ja, dat, uh, dat ging goed en soms ging dat niet goed. Uh, uiteindelijk, om 18 uur, denk ik, uh, was ik inmiddels zo vaak uh, gebaseerd aan mijn enkel geweest. Dat die eigenlijk zei: van... Uh, Doe het lekker zelf. Stop hem maar even mee. Ja. Wanneer uh, schreef jij je eerste verhaal voor de krant? Kun je dat nog herinneren? Ja. Uh, ik heb stage gelopen vanuit mijn opleiding bij de Schaag Courant. En dat was denk ik in 2012. Toen ben ik uh, bij de, uh, uh, de leegverkoop van de Maria School in het Veld geweest. Dat is dan. Uh, stad en streek gerealiseerd, het regionale gedeelte. Uh, vervolgens, uh, ja. Maar hoe kwam de krant bij jou terecht? Oh, ja, als stagiair liep je daar toen. Stagiair, ja. ja. En nou, als vervolg daarop, toen mijn stage voorbij was, toen heb ik aangegeven, nou, ik zou wel heel graag uh, door willen gaan. Ook bij Ruud Ruderander natuurlijk. Van hé, uh, hey, ik uh, vind sport ook wel leuk, dus ik zou daar ook wel wat mee willen doen. En ik weet nog dat mijn eerste verhaal daarvoor was met, uh, met Milou Danenberg, die, uh, die van wow. VV Dirkshorde naar, uh, naar VV Winkel ging. En uh, Ja, dat was toen nog. Uh, ik, had, ik, denk, ik had nog geen auto en ik had denk ik ook nog geen rijbewijs. Dus dat was, uh, nou, Milou kwam uit Riksor en ik kwam uit Riksor. Eén Stroet in dat geval nog. Maar Stroed Dirksor ligt natuurlijk niet heel uh, ver uit elkaar. Nee. Dus op de fiets. Naar, ...naar winkel, daar ook een fotootje maken op het complex. En, uh, toen was het eerste verhaal geboren. En, uh, toen en er zijn nog vele gevolgd. Toen mocht ik vaker uh, ja. langs de lijn komen staan bij wedstrijden, inderdaad. Je, je schrijft ook voor AZ Media. Ja. En voor de KNVB Media. Ja. Maar ook voor de UEFA. Ja, ja UEFA is wat minder schrijven. Uh, UEFA is heel veel wedstrijdbezoek. En... Um, Daarnaast uh, heb ik door de jaren heen ook uh, een aantal items voor ze mogen doen voor, uh, voor de UEFA tv Dat is dan ga je eigenlijk als reporter ga je, uh, met een cameracrew op stap. En uh, ja, kom je eigenlijk bij, uh, bij de leukste clubs van, uh, van Nederland en België voornamelijk. Het gaat er daarom dat je zelf uit Nederland komt en de Nederlandse taal machtig bent. Zodat de speler die je interviewt daar zich ook comfortabel bij voelt. Um, maar wat, dus, wat doe je voor de UEFA dan bij zo'n. Ik noem maar wat, je gaat naar Ajax Hiereveen. Ja. En dan? Nou, um, Ajax Hereveen wordt lastig. Uh, het gaat eigenlijk om wedstrijden die vanuit de UEFA worden georganiseerd. En dat is dus Europa League, uh, Nations League. Uh, ik ben bijvoorbeeld bij Nederland-België afgelopen weekend geweest. En wat ik daar doe is. Uh, ja, daar ben ik venue data coördinator, noemen ze dat met een moeilijk woord. Dat houdt eigenlijk in dat alle data die over die wedstrijden naar buiten komen uh, op uweva.com, die komen eigenlijk, ja, daar ben ik verantwoordelijk voor. Dus uh, de opstelling, daar begint het mee. Um, de namen die bij NOS of RTL of wat dan ook. Uh, in de opstelling, je hebt ze natuurlijk. Uh, het, lijst, het lijstje met uh, opstellingen wie speelt waar, uh, daar ben ik verantwoordelijk voor. Uh, qua. Ik moet zorgen dat alle namen kloppen en, uh, en de rugnummers en, uh, en dat soort dingen. En vervolgens tijdens de wedstrijd ga ik eigenlijk bijhouden um, de doelpogingen, uh, de corners, uh, wie er een gele kaart pakt. En uh, dat komt allemaal dan in een soort live verslag op UEFA.com. En vervolgens ga ik naar de wedstrijd bij, uh, bij de scheidsrechter langs om te vragen, hé, hey, klopt het allemaal? En kunnen we dit als rapport opsturen naar... Uh, Oké. Okay. Naar de UEVA. En het is dan echt namens UEFA. Dus ik kan niet zeggen van. Uh, ik werk bij UEVA. Ja, zo werkt het ook niet echt als freelancer natuurlijk. Uh, je, je bent ook afhankelijk van de opdrachten die je krijgt. naast de dingen die je zelf zoekt. Ja, zeker. Dat, uh, ja, dat gaat. Uh, dat is meestal zo dat als je dan één opdracht krijgt. en je doet het goed, dan volgen er meer. Hmm. En uh, vervolgens blijf je daar dan. Uh, ...jaren hangen. Ik zit daar nu uh, vijf jaar. En, uh... Maar je vindt het nog steeds leuk? Zeker. Ja. Goed, we gaan naar jouw filmfragment. Uh, The Hate You Give. Ja, kende jij die film? Nee. <laughs> toen nou, jij ik, vroeg ik, van... Ik jij... ben geen runemie Mioch, maar nee. vertel, wat is het voor film? Ja, uh, toen jij vroeg van... Uh, ...ik wil een uh, film van je hebben... ...toen moest ik even denken... Van wat, zijn, wat is nou een film die mij, uh, die mij echt heeft geraakt? En uh, ik kijk super veel films, maar uh, ja, ik moest eigenlijk wel vrij snel aan deze film denken. Het gaat over een meisje uh, dat uh, op een witte school terechtkomt. Zij uh, uh, heeft een andere huidskleur en wordt daar uh, apart gevonden. Uh, maar tegelijkertijd, omdat zij die uh, op die uh, school rondloopt en dan weer teruggaat naar haar eigen omgeving, wordt ze daar ook weer een beetje apart gevonden. En ja, ik weet niet. Herken jij uh, jezelf daarin? Nou, ik denk dat dat wel hetgene is uh, wat me er zo aan raakte: dat ik dacht van. Uh, dat ik dan om de middelbare school en zo. Ik had een uh, iets groter hoofd dan de rest. Uh, dat uh, <laughs> zie je vast als, uh, als je op camera uh, wordt vastgelegd. En ja, veel mensen op de middelbare school vonden dat wel eens uh, nodig om daar wat van te zeggen. En daardoor begin je je misschien wel iets anders te voelen. Uh, ben ook je als... Nou, ik weet niet of dat. Uh, als ik er achteraf op terugkijk, dan heeft het niet zo gevoeld. Maar het heeft voor mij wel uh, iets aangewakkerd, waardoor ik altijd heb gedacht van, ja, als, uh, als jullie mij zo anders vinden, dan zou ik wel laten zien uh, wat ik kan. Um, een soort externe drijfveer. Ja, het heeft twee kanten, want aan de andere kant uh, is het ook vaak lastig om uh, een weerwoord te accepteren. Of, er is bij mij wel vaak een maar. Ja, dat heeft misschien toch wel te maken met, uh, met een uh, soort bewijsdrang die daar eens uh, uit ontstaan. Oké, okay. we gaan kijken. The hate you give. The hate you give. Tot uh, slot, uh, Kars, heb ik een tweetal dilemma's, nou ja, of stelling, hoe je het ook maar noemen wilt... Ja. Voor je graag een reactie. Um, nou, de vaste is altijd een avondje thuis met je lief. Heb je een lief? Nee, dat heb ik niet. Oké, okay, nou, stel dat enzovoort. Of uh, lekker een avondje met vrienden uit de kroeg. Jij hebt geen vergelijkingsmateriaal, natuurlijk. Ik heb geen vergelijkingsmateriaal. Is dat een antwoord? <laughs> ja hoor, dat vind ik prima. We gaan naar de kroeg dus. Ja, ja. Uh... Het is niet zo uh, dat ik dan per se uh, als laatste nog naar huis wil gaan tegenwoordig. Maar ik vind wel... Uh, uh, ja, vriendschappen en dan vooral die uh, vanuit het dorp zijn ontstaan, uh, die er al zo lang zijn, dat vind ik wel, uh, ja. dat vind ik wel belangrijk. Er zijn veel uh, uh, vrienden van mij die ook nog in... Ja. Uh, yeah, Uiteindelijk allemaal een eigen huis hebben gekocht, maar ook wel waarvan de meesten wel in het dorp zijn blijven wonen. Dat vind ik wel mooi. Ja, mooi man. En de tweede, over tien jaar ben ik chef sport bij de Telegraaf. Zullen we even een muziekje eronder zetten? <laughs> ja, ik weet niet. Dat is een uh, hele specifieke ambitie, hè? De telegraaf. Nou, uh, laten, chef... we dat, laten we de telegraaf eraf. Chef ik sport. ben ergens chefsport. Chefsport zou ik zeker ambiëren. Uh, het is wel, dat moet wel in jezelf groeien. Ik weet niet of ik daar nu al aan toe ben. Uh, Want je bent nu? Ik ben nu 29 jaar. Uh, heb je maar, een jaar of 45 de tijd? Ja, nou, het, heeft misschien niet heel veel met, uh, het heeft misschien niet heel veel met ervaring te maken. Maar meer met um, het leiderschap dat je eigenlijk nog uh, zou moeten ontwikkelen. Uh, ik denk dat ik in een vak zit waarin je niet per se, als je een interview doet, uh, dat je daar. Ja, ergens moet je er wel leiderschap in tonen. Maar ik voel me er ook altijd wel prettig bij als ik. Uh, uh, als ik me een treetje lager opstel tegenover diegene. Ja. Dat diegene zich er dan waarschijnlijk uh, prettiger bij voelt. Van ah, ik zit goed in het gesprek en ik wil uh, wat aan je vertellen. Ga uh, jij goed in dit gesprek? Ik uh, denk het wel. Uh, het is natuurlijk wel heel anders om ineens geïnterviewd te worden. Ook heel anders uh, er naartoe leven. Ik heb vaak wel, nou ja, wat ik al in het begin vertelde, van, um, als ik nu een interview zelf doe, dan bereid ik me daar niet uh, uh, heel erg op voor qua vragen, maar dan leef ik er meer naartoe, meer qua inhoud van wat vind ik interessant en dat soort dingen. Wat ik hier eigenlijk ook wel een beetje mee van uh, dat ik er wel gewoon naartoe leefde. En uh, op het moment dat het dan uh, plaatsvindt, dan uh, zie ik wel wat er uh, om mijn pad komt. Oké. Okay. Ik wil je bedanken voor dit gesprek. Dat je de gast wilde zijn op onze prachtige bank. Ja. En ja, succes ook, met jou. alles wat je verder nog gaat ondernemen. Ja, oké, okay, top. Dank je wel. Dit was de bank met Kars Broksterman. Volgende week weer een nieuwe bank. Tot dan.